Selassie, Rastafari, Delhi, Rastafari. Ja man, hier zijn we even weer. Hè. Ik was nog niet ready, maar toch moest ik wat bekennen. Ja man, ik moest wat bekennen joh. Weet je, ik ben hier in Europa. Ja. Niet dat ik hier wil zijn. Dan ga je me weer een egoïst vinden. Wat hoeveel zit nou zit? Ja. You're not just no one. That's why. Dat je vandaar dat ik nu ga zeggen. Ik ga nu zeggen. Stel. Jongens. Stel. Dat dingen niet zo zijn. Zoals men het ons vertelt. Zoals men het ons zegt. Stel dat die dingen niet zo zijn. Ja. Stel. Stel, hè. Excuus. Stel dat het revolutie in Suriname. Door Bouterse, Horp, Abrahams en al die andere gasten. Stel dat de revolutie een gepland iets was. Bijvoorbeeld, omdat ik kan me nog herinneren, misschien jij ook, tijdens de tijden van de revolutie in Suriname, had je een bekende Colombiaan, een Zuid-Amerikaan, you know, met een hele brede naam ook. Pablo Escobar. Ja, hè? Ganja time. Selassie, I know that. It was found on Moses' grave. We no worry, we are smoke it. Each and every day, we no worry, we are smoke it. If we don't get, we no feel no way, we no worry. Nice bit of guanya, you know. Anyway. We don't worry. We are smoking. Each and every day. Ganja fi smoke now. Ganja fi burn now. Ganja fi smoke, which man tell them. It was found on Moses' grave, aye. And it was found on Solomon's grave, aye. And we were smoking every day, and hey, Babylon they feel away. They don't like the ganja man, but they also smoke ganja behind it. Yes, they attack big shit ganja, them a bring it to station, but they not bring the full amount they get from Michi man, because them a hide and lick, panic ganja with. Police them, I done lick. Pan the ganja with. What them get from Daddy Michi and all the Rasta man them. They no like we. Try to spite we. Smoke ganja with. Each and every day. Each and every day. Ganja with we smoke. We not fade away. We love King Selassie. We love the Almighty. We look for unity in community, in the family. They don't like me, try spite me. They don't like me, try spite me. They don't like, they don't like me, try spite me. They don't like. Each and every day, ganja,
Smoke the ganja and a rasta nothing no way. Hey, smoke the ganja, we can tell them I smoke it. Let me make shit, tell them say we smoke ganja with kitchen every day, you know. Anyway, I was talking and telling people about the story of the revolution of Suriname. It was about Escobar and the American them and the Europa, you know saying, hey, the European, they couldn't get the thing no more from the man called Escobar, so they want to get it from Suriname themselves. But what one? Suriname man, them no fool. Suriname people, them no fool. Suriname people, see we cool, we cool, we cool. Some of them get touched by the devil. Remind me, then get touched by the devil. We are chat them, they don't want listen, they don't want hear, but we know we get to go, we get to go. One way, one way, one way, one way to go. It's a little bit struggle in my life, but I know that will give I will show I stand on the way. It's a little bit struggle in your life, boy. Don't worry, Rastafari, them was showing you the way. They don't want to be you, D.U.B. No, 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 no. They don't want to leave you, lay live in harmony. Hey, you see? So Sandy see not top one level, top one level, top one level, top one level, not the Sandy. So a guy, you know, love for us the far right and all about movement, all about Poco. He offers. But anyway, Stell. Stell and Bouda. Now Abraham's horror sad. Maynals, Stel, Brafe, de noem maar op. Al die gasten die ook mee waren in het ding van de Coup Revolutie zo. Stel dat een paar hoge gasten van Nederland. You know? Bukman, Van der Broek. Die gasten hebben naam hoor. You know? Leeuwen of Leeuwenhoek, Leeuwarden, hoe die kasten heten. You know what I'm saying? Die ene met die bril, you know what I'm saying? You know, die bril. Stel dat die gasten bijvoorbeeld met een paar van die gasten van de 16 hebben gesproken in Rotterdam ergens van, hey, jong, willen jullie niet dat doen in Suriname of dit doen in Suriname? En onder deze voorwaarden, die voorwaarden, dat voorwaarden. Stel, Escobar is problemen daar. Is dat zij zetten? You know, stel. Huh? Die gasten komen in Suriname, die gasten zijn pinter, die gasten doen hun ding. Maar die gasten weten wie hun gestuurd hebben en wat hun willen. Maar hoe zijn Surinamers toch? You know, hoe zijn Surinamers? En hoe zijn wezen mensen eigenlijk? Hè? Hoe zijn van die grote slaven, weet je, die grote slaven die men had meegenomen vanuit, you know, Afrika naar. Heet het ook naar Zuid-Amerika, maar in Suriname hadden, you know, die sterke mensen hadden ze nodig met ponsie, you know, met denkvermogen en, you know. Maar ze waren ook overal, ze waren ook overal. Ook in Jamaica, ook in Guyana, ook in het hele Caribisch gebied, you know. Al over waren ze dus, you know. Maar wij zijn eigenlijk een afstammeling, we zijn die afstammelingen. You know, van die mensen die ze toen de tijd hebben meegenomen naar Suriname om te gaan werken als slaaf. You know, wie het heeft gered over die woelige wateren, over die woelige zee. Wie het niet heeft gered, you know, die moest daar gewoon eten voor de haaien. Zie je? Anyway. Stel dat die gasten naar Suriname gaan en die gasten doen de revolutie, is mooi geslaagd, you know. En die andere gasten van Niel, die denken dat zij met die bril en die Vermeer Miljoen Jo of hoe hij heet, Vermeer Lo, weet ik veel, you know what I'm saying. Stel dat die gasten dan dachten van, hey, ah jong, het is goed en alles goed, omdat ook in het nieuws toen de tijd was het heel goed dat die jongens van Suriname revolutie hebben gepleegd en het ging niet goed met Suriname en noem maar op. Goeie nieuws uit de media. Omdat het nog in de verwachting
in de verwachting was. Escobar systeem. Escobar systeem. Broeia even. Dus men was in de verwachting. You know? Hoge verwachting. En stel dat dan die revolutie, mensen van Suriname, zo wijs genoeg zijn om te weten van, en nu zijn er geen oog die gaan kijken dat er wat gebeurt of niets gebeurt of dat gebeurt. Dus ze beginnen alvast te stashen. Esco, Clary, Sitcom, eh, we stashen maar. You know what I'm saying? Stel dat het zo is gegaan en zo is gebeurd. Wij kleine Surinamers daar, die run en noem maar op, weet je, noem maar op, winkels kapot slaan, want hey, things are on dread, en you know what I'm saying, yeah, blah blah, dit ding is doen en andere ding is doen. Die denken van, hey, weet je, misschien gaat het nu van schijnwelvaart naar echte welvaart. Toen nog wel. Weet je nog dat we schijnwelvaart hadden. Toch, schijnwelvaart voor de revolutie. Imsabi. Anyway. You know? Maar, puntje bij paaltje, opeens hoor je dan slechte nieuws vanuit het media van Europa. You know? En dat is voor het imago van een Surinamer zoals ik niet goed. Weet je, en dan als je me vraagt waarom het niet goed is, dan denk ik van, is beter dat ik het gelijk uitleg als een Surinamer in Europa. Een echte Surinamer in Europa. En dan probeer je het contact zo goed mogelijk te maken en te leggen met die mensen van jou van, hey, dit is eigenlijk wat de wereld nodig heeft. Toch? Voor elkaar zorgen. Voor elkaar, dus elkaar helpen uit het juk van het grote leugen van die hoge gasten. Die Mr. Jacket en Tyson. You know? Dat is eigenlijk het leven eigenlijk. We moeten elkaar helpen. Elkaar het hand toereiken. You know? Maar stel dat het zo is gebeurd dat we hebben gestast in Su. En hele Su nu, weet je, kleine dingen van ons, dat vliegtuig gaat gewoon langs en drop dingen daar, omdat dingen, weet ik veel, you know what I'm saying? Iedereen kan gewoon 50 en 60 en 200.000, noem maar op, hebben van dat ding van Esco. You know what I'm saying? You know? Maar stel dat nu de regering van Suriname zegt van, hey, Brilleman van en Buk, die ene Bukman, die ene meneer moet bukken en de andere moet de broek zakken, van de broek zakken en, you know, doen jullie dat maar daar in Niel. Misschien daarom kwam er die slechte nieuws van, steeds die slechte nieuws van. Nou, en nu hoor ik dat ze bijvoorbeeld hier ook dat boter slecht is en noem maar op. Hebben ze geen slechte mensen in Europa? Leopold en al die soorten. En noem maar op. Hebben ze geen slechte mensen in Europa? Maar die mensen die hebben ze niet opgesloten. Of ze hebben. They not sue them. Then big up them. You know? Ze hebben zoveel dingen in de hele wereld gedaan. Zoveel van die gasten. They not sue them. They just big up them, you know. Waarom gaan ze niet bij Poetin of zo? You know? Laat Suriname rustig. Laat Boutersen. Laat Boutersen rustig. Boutersen is een goede Surinaamse burger. En nu is hij mijn president. En ik ben trots op mijn president. You know? Selassie, Rastafari. Ik ben trots op mijn president. Was ik al altijd geweest. Niet op de ene met die grote mond. Ik ben nooit trots op hem geweest. You know? Ik was ook niet trots op die andere meneer
Hij was geen president, hij is nooit president geworden in Suriname, die ene met die grote voet in de assemblée daar was. Want hij is ook een van de sukkels die het systeem van Suriname zo naartoe heeft geleid. En die andere die nu ook daar is, die ene die Pata ging spelen in Rotterdam. Daar, die ene die woonde in Schiedam, Diavan. Weet je, hij is ook zo'n, stel dat hij ook een koude sukkel is. Dat hij is één. Telling you, Maar anyway, Suriname is een mooie, lekkere land. De mensen van Suriname zijn warmhartige mensen. Paramaribo heb je sukkels wonen. Een heleboel sukkels wonen. Vandaar het steunpilaar van de revolutie was Nigerianen, Koronianen. Omdat wij nog weten wat eerlijkheid en wat netheid is. Zie je? We hebben het zo hard geprobeerd bij te brengen voor de stedelingen. En ik ben een mix-up wanneer ik daarover praat. Mijn moeder is een stedeling, mijn vader is een Koronian. Ik ben in Nikeri geboren, de Wageningen opgetogen. Mix-up. Anyway, Rastafari. Waarom heeft Amerika nooit ons president betrapt met cocaïne en die soort dingen? En Amerika is, they gonna get you. Maar Nederland die zeurt maar en lult maar en dat. Ook wat erg is, dan verkopen ze dat voor hier voor België en Maar vroeger was België niet zo. Hè? Men ging niet gewoon zeggen van Bout is een slechte man en ze kennen Bout ze niet. En nu is het de tijd. Anyway, ik ga jullie hiermee even met rust laten. Ik bedoel, anytime we gaan talk again about Suriname. I know the history of Suriname. I know. Indiaan nummer 1. Die blanken zijn nummer 2. Yes, I. Omdat die blanken zijn gekomen en ze hebben de Indianen daar gezien. Met goud en met een nummer op en ze wouden alles direct nemen zoals ze ook hun gewoonte is. Ze zien hun stamgenoten of hun broedergenoten en denken van ik ga hem vermoorden, ga alles pakken. En als je hem hebt vermoorden, wat moet je nu? Want je gaat het werk niet zelf doen. Dan kom je naar Amerika en dan kom je naar Afrika. Dan kom je naar Afrika. En als je naar Afrika komt, dan neem je dus Afrikanen die Afrikanen mee. Dus die Afrikanen zijn nummer 3. Dus Indianen, blanken, Afrikanen. Na die Afrikanen kwamen die Chinezen. Na die Chinezen, die zijn slim, hè? Die Chinezen. Daarom het andere woord voor slim bij die Afrikaanse bevolking. Listen, het andere woord voor slim bij die Afrikaanse bevolking, inheemse oude Afrikaanse bevolking van Suriname is Snesi. Chinezen is slim. De Chinezen zijn als nummer 4 in Suriname gekomen dus. En ze zijn met alleen maar mannen gekomen. Hun vrouwen daar gelaten, want ze hadden een soort papier getekend. Die de Europeanen met de Chinezen. Weet je van. En ze kwamen en ze hebben 3-4 maanden gewerkt. En noem maar op. En ze zagen hoe de situatie was. Noem maar op. Ze hebben gezegd van ik ga terug naar mijn vrouw om geld te brengen. Kids en noem maar op. Die Europeanen dachten van, oh shit, we kunnen dit niets maken, dus het is zo gegaan, want er was een verdrag en noem maar op getekend en noem maar op. Ze zijn teruggegaan. Die blanken zijn naar India gegaan en ze hebben die Hindustanen meegenomen. Vrouw, kinderen, papa. Suriname. It's just like a joke.
daarna zijn ze naar Indonesië gegaan. En die Javanen ook meegenomen. Mama, papa, maepae, kinderen. You know, siwo, alles mee. Selassie, when you talk about Suriname, know your history, you know. And anyway, if me not correct, you could correct me anytime, you know. Like you left a message or something. But right about now, ganja time. You know what I'm saying?